om naar de McDonald's te gaan. Hoe lang is die file? Zo, we gaan bestellen. En Rodi gaat vragen om te kijken of het kan. En heeft u ook triple McChicken, de gewone? Heeft u ook een triple McChicken, de gewone? Een hele goede middag allemaal. Welkom op deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen Karen. En Roderick, dat zijn wij. Het is vandaag, hoe toevallig, zondag 26 september 2021. En het is 14:33. Yay, joepie. Ja, zoals je ziet zitten we in de auto, want we moeten even boodschapjes doen voor de buurvrouw. Dus ja, en ik moet even wat hier wat goed doen. Zo. Dus bij deze wens jullie heel veel wens ik jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, precies dat. Ja, nou, bij de mall heb ik maar niet gefilmd, want het was stervensdruk. Je merkt echt gewoon in dat 1,5 meter weer pleit is, want het was drammen, het was gewoon druk, het was niet fijn. En vooral als je pijn hebt niet. En dan heb je nog zo'n achtelijke gare idioot, achtelijke mallemut, die met een kinderwagen tegen me aan gaat rijden. En dan zeg ik nog, meneer, zou u de volgende keer eventjes om me heen willen lopen? Ja, ik had u niet zien staan. Hallo, dan moet je vooruit kijken. Ben ik dan zachtelijk? Maar oké, okay. Maro die was niet bij. Maar... Helaas. Maar oké, okay, maakt niet uit. Komt wel weer goed. Het is lekker asfaltje dit trouwens, moet ik zeggen. Huh? Dus ja, dus dat is wel weer fijn. Ja, dus nu even wat anders halen. En dat is lekker, hoop ik. Die andere, dat weet ik al, maar die andere weet ik nog niet. Nee. Zo, we staan in de lange file om naar de McDonald's te gaan. Hoe lang is die file? Heel lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hoor maar, ik zie anders niks. Ik zie het. Kijk, zo lang is die file. Die is aardig lang. Ja. Dus ja, dat wordt leuk. Ja. Oké, okay, we staan nou op hoeveel meter afstand van de paal om het te bestellen? Ongeveer? Een metertje of 8. Mooi. Maar ik vind tegenwoordig de classic McChicken lekker. En dan de dubbele. Maar we gaan vragen of ze de... Een triple hebben. En de triple hebben. We denken het trouwens wel eens niet. Maar oké, okay, we gaan het wel proberen als ze het hebben. Maar ik wil dus ook dus de barbecue McChicken proberen. En dan ook de dubbele. En als ze de triple hebben, mogen ze die ook wel gaan doen. Hè? De triple, ja. En dan wil mijn buurvrouwtje ook de classic McChicken, maar dan de normale. En Rodi wil een hele graag een triple cheeseburger. Ja, je kan het vragen. Doe gewoon gek. Ja, waarom niet? Doe gewoon gek. Woensdag moet ik toch onder het mes. Dus ik vind dat we dat gewoon hebben verdiend. Gewoon even lekker gek doen. Wil je nog een milkshake erbij? Nee. Nee. Banaan niet? Nee. Ook geen 7-up? Ja, thuis wel, zeker. Thuis. Ja. Dus. En maar heb je nog geen McDonald's app? Doe die dan even, want je kan daar weer gratis eten mee sparen. Ja, je heel lang sparen, dan krijg je net een klein beetje eten. Ja, precies. Nee, maar gewoon zo meteen proberen te vragen. Dat is leuk. Dat is grappig. Ik vind het grappig. Nou ja, Ro ook. Maar... Want ik kwam daar zelf gisteren mee, hè schat? Ik? Ja, met die triple. Dat is lekker. Ja, gewoon vragen, maar we denken van niet, maar... Hè? In België wel, ik heb een triple. Is het zo? Dan krijg je een biertje, verwandeld. Oh, grappen maken. Nee jongens, ik ben echt moe, ik heb pijn. Dus ik heb gewoon een heel kort rondje. En door de pijn ben ik gewoon moe. Ik zie er ook niet echt uit, maar oké, maakt niet uit. Ja, heel.
Dus ja, maakt niet uit, kan gebeuren allemaal, toch? Ja. We zijn dus bijna aan de beurt, hè schat? Bijna wel. We gaan gewoon kijken. Nou ja, hè? Ja, kijken. Waar ga je naar kijken? Naar de barbecue McChicken. Ja. De Classic McChicken. Ja. De barbecue McChicken is een dubbel. Ja. En de Classic McChicken een triple. En als ze die niet hebben, dan graag een dubbele en een gewone. Ja, en dan een cheese, een dubbel cheese. Triple cheeseburger. Ja, gewoon vragen. Lekker. Gewoon vragen. Klant is koning. Mm-hmm. En ik wil weten of ze ook inderdaad zo klantvriendelijk zijn. En dit is namelijk de McDonald's en bij de Binkhorst. Dus we gaan dat meemaken. In Den Haag. Ja. Dus. Nooduitgang blokkeren met de fiets. Ja, dat is handig toch? Oké. Okay. Easy. En duidelijk praten, hè? Gewoon vragen. Je bent heel slecht te verstaan. Helemaal niet te verstaan zelfs. Hallo? Nee, denk daar. Daar moet ik dus wezen. Ik dacht eerst hier, maar niet. Zelfde. Je bestelling en dan kun je daar al kijken wat hij neemt. Wauw. Ja, maar ik kan het niet zien. En chicken nog wat? 6 stuks of zo? 9. Nee. Zo, we gaan bestellen. En Rodi gaat vragen om te kijken of het kan. Ik ga dat meemaken. Een triple. Een hele goede dag. Een dubbele barbecue McChicken. Ja. En heeft ook triple McChicken, de gewone. Wat heeft u ook een triple McChicken, de gewone? De gewone McChicken hebben we wel, ja. Ja, maar Emma, dan de triple daarvan. Heeft u er een triple van of niet? Nee, alleen een single of double. En kunnen jullie daar niet een triple van maken voor één keer? Nee, jullie kunnen gewoon 2 broodjes kopen en dan zelf triple maken. Oké, dan graag een gewone en een dubbele. Ja. Gewone McChicken. Maar die barbecue toch? Een gewone McChicken en een dubbel McChicken. Nee, en ze doet nou een dubbele McChicken en een barbecue McChicken. Geen barbecue McChicken, maar een gewone McChicken en één dubbele McChicken. Dus die wil geen barbecue meer. Eén dubbele barbecue, die is goed. Ja. Eén gewone McChicken. Ja. En één dubbele McChicken. Nee. En niet die enkele de barbecue McChicken, gewoon niet. Nee, wacht even. Er gaat nu even iets fout. Een dubbele barbecue McChicken, een McChicken normaal. En dan nog een dubbele McChicken. Dat was hem, schat. En dan voor jou. Oké, dus die McChicken, lopen die je hebt, dan moet weg. De barbecue McChicken, gewoon kan weg. Oké. Okay. Ja, en dan nog een dubbele McChicken. En dan nog een dubbel McChicken. Een dubbele McChicken, normale. Ja. En graag een dubbele cheeseburger, of heet u die niet? Anders een gewone cheeseburger. Nee, een gewone cheeseburger. Ja, zonder uien en zonder agurk. Zonder uien en agurk. Helemaal goed, dat was hem. Dank je wel, je mag rijden. Top, dank je. Ja. Nou. We zijn al een hele tijd thuis, en het is nu alweer bijna 7 uur. Maar zoals je wel kan zien aan mijn gezicht, heb ik gewoon onwijs op pijn. En ik heb net al wat geslapen. Maar ik ga zo meteen gewoon weer slapen. Dus ja. Hé, Spiet, jij. Kijk, Spiet, je zit lekker bij me. Doe gewoon zo meteen nog even de tv aan. Even kijken wat op en op dat kast is. Geen idee. Ik zie het allemaal wel. Steken komen, steken gaan, steken komen, steken gaan. Maar dat is het pijnsyndroom. Ja, dat is het pijnsyndroom. Ja. Ja. En ik ben gewoon overgevoelig voor licht, geluid. Daarom zijn ook mijn gordijnen momenteel overdags ook dicht. Ik kan het gewoon weinig hebben. En als ze weg zijn, dan heb ik mijn zonnebril op. Maar ik kan dat momenteel. Dan heb ik wel zoiets van, als ik ga vloggen, dan doe ik hem wel af. Maar ik heb koppijn, misselijk.
Ik eet heel weinig. Ik eet slecht. Ja. Maar dat heeft er allemaal mee te maken, helaas. Maar ja. Woensdag is het zover. Mijn operatie. Ja. Het is helaas niet anders. Het is zo. Het is wat het is. Daar moet ik het mee doen. Nou, en dat doe ik ook. Dus. Dat. Ga je erbij liggen, kerel? Ja, een hele goede avond. Ja, zoals je ziet lig ik al lekker op bed. Dat betekent dat ik deze vlog gezellig met jullie ga afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En vergeet het belletje niet. Laters. Doei doei.